Ja, wat heb je gezien sinds 2016? Het is 2014 wat er allemaal is veranderd. Wat betreft de discussie Zwarte Piet en eigenlijk het hele racisme debat. Want dat is uiteindelijk... Voor mij was Zwarte Piet ging toen alleen nog over een cultfiguur, zeg maar. Ja. En een feest, maar dat is het niet. Het is ingebed in een veel groter probleem wat we hebben met racisme en institutioneel racisme. Dus wat heb jij zien... En ik heb in mijn omgeving ook een soort van bewustwordingsproces zien groeien bij heel veel mensen... Ja. Hierop. Dus wat heb jij eigenlijk zien veranderen sinds 2004? Nou, ik moet zeggen dat ik ben de afgelopen weken een paar keer bij een demonstratie geweest. Hè. Black Lives Matter, de grootste hadden we in het Bijlmerpark. Ja. En toen ik daar stond, dat was wel echt een moment van wauw, emotie. Om te zien dat jij niet de enige bent die zo denkt. Eigenlijk normaal bent, omdat je het niet accepteert zoals het gaat. Dus dat is wel een heel groot verschil met... 6 jaar geleden, 7 jaar geleden, ik kan me de beelden nog herinneren. Toen Quincy Gario en Jenny Knowledge werden weggesleept. Hè? Toen in 2013 was het volgens mij. Was dat in Gouda? In Gouda, als ik het goed heb. Ja. Hou me ten goede. Ze werden dus weggesleept omdat ze een t-shirt hadden, Zwarte Piet is racisme. En ze gingen dus het gesprek aan met mensen van hey, wat is jullie mening hierover? En dat was wel echt het begin van de verandering. Ja. Ook bij mij. Echt dat ik dacht van, wat de... Hier klopt iets niet. Hier moeten we echt iets... Wat triggerde dat toen bij jou? Nou, het is eigenlijk hetzelfde gevoel wat ik had toen ik het filmpje zag van George Floyd. Yeah. Een gevoel van boosheid, frustratie, maar ook het gevoel van... komt er verandering? Hè? Kan er verandering komen? Ja, gewoon wel pijn en boosheid. En dan is het gewoon ontzettend fijn om te zien dat de dagen na George Floyd wereldwijd, ook in Nederland, zoveel mensen massaal de straat op gaan. En dat is gewoon helend. En het laat zien dat wij eigenlijk de stille meerderheid zijn. Ja. En dat wij in de meerderheid zijn. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Want die verandering die moet komen en daar wil ik het graag met jou over hebben. Ja, goed. Jij bent de afgelopen jaar heb je niet stilgezeten als raadslid in Amsterdam. Je hebt het initiatief genomen voor het Slavernijmuseum. Ook dat Amsterdam onderzoek is gaan doen om excuses aan te bieden over het slavernijverleden. Dat zou in 2023 zou dat... nee, dit jaar zou het moeten gebeuren. Eigenlijk dit jaar, maar vanwege corona, noem maar op, hebben we besloten om het een jaar uit te stellen. Ja. En het is Denk heeft ons gevraagd of wij mee wilden doen. Ja. En dat doen we nu gewoon gezamenlijk met meerdere partijen. Vertel eens eventjes want nu gaan we misschien snel. Nou. Ik heb vorige week of 2 weken geleden ook gezegd, ik vind dat het Nederlandse kabinet zijn excuses moet aanbieden voor de rol van de Nederlandse staat in de hele slavernij, dus voor het slavernijverleden. Daar heb ik onwijs veel reacties op gekregen. Ja. En eigenlijk als ik de 2 uitersten zou mogen geven. Het ene uiterste was supergoed dat vanuit de landelijke politiek dat iemand dat zegt. Dat is belangrijk voor de bewustwording. Je moet eerst erkennen voordat je samen weer verder kan. Ja. Maar ook een hele groep mensen die zeggen, maar waarom moet ik excuses aanbieden voor iets wat mijn overgrootouders misschien ooit hebben gedaan? Ja. Kan je daar misschien eens op ingaan? Ik denk met name dat laatste. Ja. Persoonlijk gaat het mij niet per se om een individueel excuses vanuit een persoon, vanuit een wit persoon, een witte Nederlander. Maar het gaat mij om excuses vanuit de structuren die er zijn in onze samenleving, de staten, de regering en de overheid. Die hebben gewoon een aanjagende rol gespeeld in de transatlantische slavernij. Eeuwenlang. Er zijn momenten geweest waarom Nederland daarin echt op voorliep. En die geschiedenis die heeft ontzettend veel teweeggebracht. Het heeft een ontwrichtend effect gehad in West-Afrikaanse beschavingen. Tot de dag van vandaag kunnen we dat zien. De verhouding zwart-wit in westerse landen. Maar ook de verhouding tussen arme en rijke landen. De huidige structuren van ongelijkheid, die kun je niet loszien van de afgelopen 300 jaar daarvoor. En het is een verleden wat wij bezitten, het zit in ons. En daarom denk ik dat het belangrijk is om te zeggen van, ja, excuses. Vol onomwonden, volledige erkenning. Want het feit dat tot voor kort werd gezegd, ja, wij betreuren het. Dat is op zichzelf ook veelzeggend, hè? Dat je het niet onomwonden die excuses doet. En ik denk dat het gewoon tijd is om dat wel te doen. Nederland kan niet achterblijven. Nee. Ten opzichte van andere landen, ten opzichte van verschillende Amerikaanse staten, Londen, Liverpool. Dus, en nu Amsterdam. En nu Amsterdam. En dan de Nederlandse staat. Ja. Maar dat is wel heel goed. Kijk, wat ik inderdaad ook zeg, of veel mensen hebben moeten uitleggen. Soms waren krantenkoppen Rutte moet zijn excuses aanbieden, maar het gaat niet over Rutte. Het gaat over de minister-president. En dat is een functie. Het gaat over het kabinet die voor wat de Nederlandse staat heeft gedaan. Je kan het hetzelfde vergelijken met de toeslagenfraude. Ja. Dus er waren de problemen met toeslagen. Daar is uiteindelijk een staatssecretaris. Staatssecretaris Snels moest aftreden. Maar het was niet zijn schuld, alles wat er mis was gegaan. Maar toch, hij is verantwoordelijk omdat het gaat over de regering die iets heeft gedaan. Ja. En dat geldt hier eigenlijk ook. Ik pak mijn iPad erbij, niet omdat ik nu een spelletje ging doen, maar er komen vragen van jullie binnen. Ja. Ontzettend leuk. Als je vragen hebt aan Simion of aan mij, stel ze. Dus ik kijk heel eventjes welke vragen er binnen zijn. Ik zie hier een vraag van Maaike de Roo. Die vraagt Simion, concreet, dus in acties, wat er veranderd moet worden in Nederland. En wat zou GroenLinks hierin kunnen betekenen? Ja. Ik denk dat de vraag zich nu richt op institutioneel racisme. Hele goede vraag. Ik denk dat dat gewoon de kern is van het probleem waar we mee te maken hebben. We weten al jarenlang dat er problemen zijn en dat er sprake is van ongelijkheid en discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, op het gebied van woningmarkt, bij de Belastingdienst, de brandweer, de politie, het leger. Dat is iets wat we al weten. En waar we echt van af moeten stappen, om weer vertrouwen te krijgen van burgers, is niet dat cirkeltje dat iedereen zijn verontwaardiging daarover uitspreekt en verder overgaan tot de orde van de dag. Zo'n rapport verdwijnt dan in een la. Dat is wat we altijd gezien hebben. En ik denk dat dit moment een kantelpunt is waarin mensen, activisten, leiders, de Nederlanders, de politiek echt nu ter verantwoording roepen van nu moet er echt iets institutioneel veranderen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, inderdaad waar we het over hadden, echt gepaste aandacht, slavernij, koloniaal verleden en geschiedenis. We hebben in Nederland wetten die discriminatie verbieden, maar handhaven wij die ook? Ik vind van niet. Nee. En dat is één. Daarom vind ik het ook zo geweldig dat de minister, de Belastingdienst ook aangifte heeft gedaan tegen de Belastingdienst. Dat werkt gewoon heel goed voor het vertrouwen in burgers. We moeten echt vooral afstappen van lage verwachtingspatronen en onderadvisering van jonge kinderen met een biculturele achtergrond in Nederland. Die kansongelijkheid die neemt gewoon ontzettend toe. Dus even een paar dingen, want je noemt eigenlijk heel veel concrete dingen al. Dus onderadvisering in het onderwijs. Zorg ervoor dat kinderen met een biculturele achtergrond, dat je eigenlijk niet denkt, nou, het is wel, ga jij maar een niveautje lager doen. Nee, aanmoedigen, aansporen, probeer ook risico's te nemen. Nou, daarvoor is het heel belangrijk dat in het onderwijs je niet te vroeg selecteert. Hè? Dus dat kinderen pas in het derde jaar van de middelbare school een keuze hoeven te maken. Dat helpt daar heel erg bij. Het zijn jonge kinderen, hè? In het bloei van hun leven. En dan al te maken krijgen met al die keuzes. Noem maar op. Je zegt eigenlijk, racisme, hè? Discriminatie is strafbaar, maar er wordt niet gestraft. Nou, dat zien we. Als het gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt zijn vorig jaar... Er zijn er geen bekeuringen uitgedeeld. Het jaar daarvoor eentje en het jaar daarvoor 3, geloof ik. Ja. Dus dat moet echt omhoog. Ja. Je hebt het eigenlijk over dat institutioneel racisme ook bij de Belastingdienst. In alle systemen, hoe computersystemen met kunstmatige intelligentie en algoritmes. Ja. Daar moeten we eigenlijk dat hele postcode voorkeursbeleid eruit halen. Dat zijn de hele concrete punten die jij noemt om racisme aan te pakken. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar ik denk dat het gewoon goed is om hierop te focussen. En het punt ook is, wat ik zie, is dat elk ministerie of elk beleidsterrein heeft een verplichting zich bezig te houden met discriminatie. Maar het is ontzettend versplinterd. Ja. Ik heb het gevoel dat er niet één probleemeigenaar is. Nee. En ik moet ook zeggen dat de samenwerking tussen de politie en de meldpunten, je zou denken dat het logisch is. Meldpuntdiscriminatie, daar valt ook echt veel te winnen. Wat gaat daar mis dan? Ja... wist ik het maar. Maar ik denk dat er gewoon echt een wereld te winnen valt als we dat allemaal veel beter samenvoegen en dat er één probleemeigenaar is. Zo'n functionaris mensenrechten of functionaris institutioneel racisme is misschien iets wat... die ook door kan pakken, die anderen erop kan aanspreken. Ja, ik zie, als een soort ombudsman. Ja, Fatim Bouali die zegt trouwens, Simion, je hebt zoveel betekend voor de vele Amsterdammers van kleur, trots. Dus dat krijg je ook nog door. Hey, Ketikoti is, even kijken, we zitten nu op maandag, dus woensdag, als ik het goed zeg. Hoe gaat de vieringen dit jaar uitzien? Want het wordt door corona natuurlijk volstrekt anders. Natuurlijk sober. Hè. Er is wel een officiële herdenking, kransenlegging, wat toespraken, georganiseerd door het NINSEE onder andere. Ja. Maar verder geen activiteiten, helaas. Nee. Misschien heel kleinschalig, ja, hier en daar, maar het is niet zoals altijd. Nee. Ja, nee, het zijn gekke tijden. Ja, het is bizar. Ik was vorig jaar, ik schaam bijna om te zeggen, maar ik was vorig jaar voor het eerst bij de herdenking. Okay. Dat is veelzeggend. Ik vind dat het de nationale feestdag zou moeten zijn. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Of ik vind dat het een... Ja. Ja, het zou een nationale feestdag moeten zijn. Mijn collega van de PvdA die komt binnenkort ook met een voorstel hierover. Oh, hartstikke goed. Die gaan wij natuurlijk ook steunen. Zeker, omdat het onderdeel is van ons verkiezingsprogramma. Ja. Dus. Nou ja, wat je merkt is juist door hier een nationale feestdag van te maken. En dat iedereen, daarom moeten we er allemaal bij stilstaan. Ja. Ja, ik denk echt dat cruciaal is. Net zoals ik trouwens vind dat 2023 zou een herdenkingsjaar moeten worden. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij echt een einde aan kwam. Hè? Want het is 1873? Ja, 1863 werd het afgeschaft, officieel. Maar toen moesten de slaven als vrije burgers nog 10 jaar verplicht doorwerken. Ja. Dus eigenlijk nog 10 jaar als legale slaaf zou je, hè? Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar moest je nog doorwerken. En het zou heel goed zijn, denk ik, als we dat met elkaar zouden uitgebreid, als we gewoon het jaar van de herdenking van kunnen maken. Nou, dat lijkt me ontzettend goed. Want waarom vind jij als partijleider van best wel een serieuze partij, nu in het politiek spectrum, ik kan daar het een en ander over vertellen, maar waarom vind jij dat belangrijk voor een samenleving? Om dit te herdenken? Op zo'n uitgebreide manier. Omdat alles staat of valt met... Kijk, kennis, daar begint het. En het zijn 2 dingen. Allereerst kennis. Onze kennis vergroten over dat slavernijverleden. Als ik terugga naar mijn tijd op school, er kwam ook een vraag over binnen, zal ik je zo stellen. Werd daar eigenlijk heel weinig over verteld. Behalve dan dat de VOC zijn tijd ver vooruit was, dat we de beste van de wereld waren en veel geld verdienden. Even plat gezegd, maar over de verschrikkingen, daar heeft mijn opa me wel over onderwezen. Maar eigenlijk heb ik daar in het onderwijs heel weinig over meegekregen. Dus het gaat over de kennis die we hebben, over de mooie dingen die er in onze geschiedenis zijn gebeurd, maar ook alle grote fouten die zijn gemaakt en hoe je daarvan wil leren. En het tweede is dat ik denk dat het voor de erkenning van, als ik terug ga naar die bewuste avond in Amsterdam, wat ik daar zag is dat zeker bij zo'n onderwerp als racisme, het gaat er niet over wat mijn ervaring ermee is, maar wat de ervaring is van de mensen, en zeker zwarte mensen, hoe zij dit ervaren en wat voor hen belangrijk is. En om als samenleving weer als één geheel verder te kunnen, moet je met elkaar collectieve momenten hebben. Mm-hmm. En niet een moment voor de gemeenschap, voor wie dit belangrijk is. Nee, voor ons allemaal. Het is niet alleen de geschiedenis van Caribische mensen, Surinaamse mensen. Precies, het is onze gezamenlijke geschiedenis. En daarom wil ik graag dat het een feestdag is, omdat we er allemaal mee bezig zouden moeten zijn. En het zit dus niet in ons, als je het hebt over institutioneel, het zit niet in ons systeem. Nee. Dus het zit in mijn systeem, 4 mei, 5 mei zit uiteraard in ons collectieve systeem. Maar we hebben meer van dat soort collectieve momenten nodig, omdat je vanuit die collectiviteit, geloof ik, echt met elkaar kan verder komen. Daarom vind ik dat zo belangrijk. Ja, want er werd gevraagd door Hilda bijvoorbeeld, die zegt, Hilda vraagt, hoe wordt nu op basisscholen over ons slavernijverleden lesgegeven? Onze kleinzoon begint binnenkort in groep 1. Nou, ik heb ook een kind in groep 1, er wordt nog niet zoveel met geschiedenis gedaan, maar als die wat ouder wordt, groep 3, 4, 5, 6 en verder, hoe gaat dat nu in het onderwijs? Nou, dat verschilt heel erg per school. En het verschilt ook heel erg per leraar. Of een leraar, Amsterdam heeft hier een paar jaar geleden onderzoek naar gedaan. Ja. Het is daar dus heel erg van afhankelijk. Als een individuele leraar dat echt op het netvlies heeft, of die school heeft daar ook echt beleid op. Maar heel vaak is dat dus niet het geval. Zit het in het curriculum wat landelijk wordt meegegeven? Zit daar aandacht voor het slavernijverleden in? Formeel wel. Ja? We moeten scholen daar aandacht aan besteden, maar goed, scholen kunnen ook zelf kiezen om dat niet te doen. Ja. En wie controleert dat op een goede manier? Terwijl ik denk dat dat gewoon de basis is. Kijk, voor ons GroenLinks was het ook wel een reden om te komen met zoiets als een slavernijmuseum. Ja. Het is een oproep wat al decennia lang werd bepleit vanuit activisten, grassroots organisaties, NINSEE, die waren hier al jaren mee bezig. Maar ik merkte toen al hoe afhankelijk je bent van leiderschap van een type school. Die daar wel of niet aandacht aan besteedt. Okay. En in zo'n museum wil ik ook vooral het verhaal vertellen dat de geschiedenis van Afrikanen niet begint bij slavernij. En heel veel mensen die staan daar niet bij stil. Ook heel veel zwarte mensen niet. En vooral ook het verhaal vertellen dat de periode van voor-Europese inmenging in West-Afrika, dat was een situatie van complexe, hoogstaande, ingewikkelde beschavingen. En heel veel mensen weten dat niet. Het enige beeld wat men heeft van Afrika, dat is wat je op het nieuws ziet. Terwijl dat zoveel meer is. En wat je rechtse partijen ook wel hoort zeggen, hè? Die zeggen ja, maar toen wij kwamen, toen werd het pas wat. Want daarvoor waren het speeltjes en kraaltjes te spelen. Het idee is heel groot. Het idee is heel groot. Ook bij heel veel donkere mensen. Omdat zij natuurlijk, ja, we zijn onderdeel van dit systeem geworden. Ja. De Afrikaan werd er tijdens en na de slavernij, met name na de slavernij, er best wel uitgeramd. Ik vind het gewoon belangrijk dat wij oude verhalen die er zijn over onszelf en over de ander, dat we die van ons afschudden, omdat het giftige ideeën zijn. Ja. En ik denk dat als je bepaalde problemen wil oplossen, zoals bijvoorbeeld achterstanden, dat je echt moet beginnen met empowerment. Okay. Hey, ik zie, even goed voor iedereen die nu inschakelt trouwens, ik zit met Simion Blom, raadslid uit Amsterdam. We praten over racisme, Black Lives Matter, we praten over het belang van het excuses aanbieden door de Nederlandse staat voor het slavernijverleden. En om daar nog heel even op door te gaan, want Marius die vraagt, ja, Simion, wat verandert er eigenlijk aan de houding van de samenleving als een regering excuses maakt? Ja. De essentie is toch dat de samenleving anders gaat handelen. En hoe kunnen we dat oplossen? Ja. Nou, het is... Eén, het is symbolisch. En met symboliek, daar is helemaal niets mis mee. Dat is belangrijk zelfs? Ik vind dat ontzettend belangrijk. Ja. Maar daarmee zeg je ook van, hey, onomwonden, ja, het klopt. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid over die geschiedenis, maar vooral ook voor die effecten van die geschiedenis. En dat betekent dat wij ons volledig gaan inzetten om die effecten met wortel en tak uit onze samenleving te halen. Het institutionele racisme. Institutioneel racisme, het vijandig politiek debat is daar ook onderdeel van. Beelden die men de wereld in helpt over de ander. De ongelijkheid in het onderwijs, de problemen op de woningmarkt, noem maar op. Al die effecten. Je zorgt er dan voor dat mensenrechten het uitgangspunt wordt van jouw regeringsbeleid. Dat je dat repareert. Okay. Dus dat is het belang van de erkenning. Ja. Dat als je daar begint, dan weet je welke denkfouten er worden gemaakt. En van daaruit kan je dat verder oppakken. Want Marius heeft helemaal gelijk als je zegt, het gaat over hoe we als samenleving veranderen. Maar ook het beleid van de overheid. Ja. En er komen best veel vragen ook binnen. Over... ook over Black Lives Matter? Nou, over de standbeelden en de protesten. Dus bijvoorbeeld Carla vraagt, wat is jullie mening over protesten en acties ten opzichte van omstreden standbeelden en naamgeving van straten en bruggen? Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik vind het goed dat we daar een discussie over hebben. Ja. Want standbeelden, we hadden net al over symboliek. Dat is gewoon iets wat in de openbare ruimte is. En dat zijn van die onzichtbare, zichtbare signalen signalen die je afgeeft aan de samenleving van hoe de norm eruit ziet, hoe de structuur eruit ziet. En volgens mij gaat deze discussie over wie mag iets toevoegen aan die norm. Of wie heeft het recht om die norm te bevragen? Ja. Wie heeft het recht om nieuwe helden toe te voegen? Nieuwe feestdagen toe te voegen? Daar gaat volgens mij deze discussie over. En... ik ben dan ook heel blij dat wij in Amsterdam er ook voor gezorgd hebben dat wij een nieuwe wijk krijgen. Daar heeft Sofian de Barkie heel hard aan gewerkt. We krijgen een nieuwe wijk met name van helden uit de koloniale geschiedenis. Ja, maar dan bedoelen we niet de kolonialisten, zeg maar, nee, helden? Nee. Helden, zeg maar, noem maar... Tetari bijvoorbeeld. Ik weet niet of er een Anton de Komstraat komt, dat weet ik niet. Nou, heel mooi. Kijk, dat vond ik heel mooi hoe jij dat net formuleerde. Ik vind het, volgens mij is discussie over geschiedenis is altijd goed. Omdat je namelijk, dus ook over wie waren de helden, wat betekenden ze. Ja. En wat jij zei, iets heel moois, en dat vond ik echt wel heel goed gevonden. Het gaat over wie mag wat toevoegen. Ja. Ik bemerk bij mezelf, ik heb er geen bezwaar tegen als een kunstinstelling zegt we veranderen de naam. Of een gemeente zegt nou we vinden dit niet meer passen, ja. Een beeld. Of, ik bedoel, dat is zo, dat is... Kijk, als Mona Keijzer zegt, ja, we moeten even kijken hoe we met racisme omgaan, dat is per gemeente verschil. Nee, racisme is racisme. Ja. Of dat nou in Appelschaap plaatsvindt of in Amsterdam, ja. Racisme is racisme. Maar over welke beelden of wat je hebt, zeg maar, dat is volgens mij best wel een lokale discussie, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar jij zegt iets heel terechts. Wie bepaalt wat je mag toevoegen, wie de helden zijn? En dat gebeurt eigenlijk heel weinig. En dat is waar, wat ik zie van, goh, eigenlijk zouden we nog nu alle nieuwe straten die de... Weet je, we hebben genoeg koloniale helden geëerd. Alle nieuwe straten, de nieuwe standbeelden, de nieuwe monumenten. Wat kunnen we toevoegen aan die geschiedenis? Omdat, dat vind ik zelf ook de interessantste benadering. Daar gaat het eigenlijk om. Hè. Het gaat om wie heeft recht van spreken op dit moment. Hè. Wie mag zijn plaats innemen in deze samenleving. Ik als Nederlander van Surinaamse komaf. Dit zijn natuurlijk ongemakkelijke, pijnlijke discussies. Hè. Discussies over Black Lives Matter, de slavernijgeschiedenis, racisme. Maar het zorgt er wel voor dat ik me meer thuis voel in Nederland. Omdat die geschiedenis ook gewoon onderdeel is van Nederland. En dat wordt ook open besproken. Niet alleen in kleine Surinaamse kringen, maar iedereen. Niemand kan eromheen. Wat ik heel moeilijk vind aan, of wat mij het meest stoort. Ik vind niet dat alles weg zou moeten, persoonlijk. Hè? En nogmaals... Maar wat je ziet, de giftige rechtsextremistische politici en gewoon ook conservatieve rechtse politici hoor, die eigenlijk met hun reactie op dat mag niet veranderen die geschiedenis, ontneem je inderdaad een hele grote groep in Nederland het recht om samen die geschiedenis te maken. En dat is het, als je het hebt over het meest giftige wat er achter deze discussie schuil gaat. Er is best een reden waarom misschien een standbeeld niet weg zou moeten of zou moeten blijven staan. Maar de giftigheid waarmee het debat... juist wordt gevoerd door hoe de Black Lives Matter beweging wordt aangevallen. Dat vind ik echt verschrikkelijk en huichelachtig. Omdat het namelijk, ze proberen onze samenleving, onze geschiedenis exclusief te maken. Dat inclusief moet zijn. En daar hoort discussie bij. Daar hoort verandering bij. Zeker. Maar het gaat hen natuurlijk ook om wie zijn diegenen die om die verandering vragen. Het zijn gewoon mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond. En die moeten niet durven om een plek op te eisen in de samenleving. Ja. Maar goed, wij gaan mooi laten zien dat zij die plek wel hebben in deze samenleving. Ja. Want dat is voor mij gewoon het meest duurzame. Ja. En we moeten dit momentum echt blijven aangrijpen. Omdat zodat wij heel veel van onze ideeën echt kunnen doordrukken. Hè. Nu, dit is echt het moment. Zowel lokaal, gemeentelijk en in Den Haag. Maar ook wel omdat de afgelopen jaren, de politieke klimaat... de vijandige sfeer waarin extreemrechtse alt-right ideeën veel meer normaal werden en ook worden overgenomen door de media, ook in de publieke ruimte, op straat, hoe mensen met elkaar omgaan. Dat vind ik echt een hele gevaarlijke ontwikkeling. Het is helemaal eens. En ik zie heel veel mensen hierop reageren weer. En het gaat heel veel over onderwijs. Okay. Eigenlijk hier, wat de rol van onderwijs is die hier kan zijn. Dat brengt me eigenlijk logisch op het initiatief om tot een slavernijmuseum te komen. Kan je iets vertellen? Want wanneer, de eerste vraag die ik heb, wanneer kan ik er met mijn kinderen heen? Ja. En wat moet dit museum gaan doen? Ja. Wat moet het gaan vertellen? Wat laat het ons zien? Ja, precies. Misschien heel even nog een punt zetten achter het laatste, over de zorgen die ik me maak over het politieke klimaat. Ik denk dat dat de reden is waarom zoveel mensen, zoveel Nederlanders de afgelopen weken massaal de straat op zijn gegaan, omdat ze het gewoon voor domme zat zijn. Gelukkig, hou dat vast. En jouw vraag over het Slavernijmuseum. Yeah. Nou, het zou wel mooi zijn als het in 2023, 2024... 25, de contouren al heel erg zichtbaar zijn. 2023 zou mooi zijn, toch? Dan hebben we de 150 jaar en dan een mooie herdenking. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou fantastisch zijn, inderdaad. Maar ik weet niet of dat gaat lukken hoor, dat weet ik niet. Maar wat ons betreft, wat de indieners betreft, moet het echt een toonaangevend instituut zijn. Wat gaat dat vertellen, zeg maar? Het gaat het verhaal vertellen van voor de Europese inmenging in West-Afrika. Het verhaal vertellen van West-Afrikaanse beschavingen. Dat vind ik een hele belangrijke. Het gaat een verhaal vertellen die heel ongemakkelijk is. Een verhaal van lijden, onmenselijkheid, inhumaniteit. Wat honderden jaren lang heeft gespeeld. Wat een onverrichtend effect heeft gehad voor de hele wereld. Maar het moet ook een verhaal vertellen van inspiratie, van menselijkheid en van hoop, solidariteit, van strijd vooral. En een verhaal die laat inzien dat mensenrechten en burgerschap, dat het diametraal staat ten opzichte van slavernij. En laat dan ook zien waarom wij onze mensen, jonge mensen, zwarte en witte kinderen moeten aanmoedigen om te strijden tegen racisme. Want we zien wat dat toe geleid heeft historisch. En nu nog steeds mensen het slachtoffer maken in de vorm van slavernij of in de vorm van institutioneel racisme, waardoor mensen zich niet volledig kunnen ontplooien en ontwikkelen. En we missen daardoor op dit moment, door ongelijkheid en institutioneel racisme, zoveel potentieel. Zoveel talenten. En ik zie ze soms op straat of op hoeken van de straat staan. En ik kan zo wel een beetje inschatten hoe zijn leven verlopen is. En dan is het gewoon... En wat zie je dan? Dus jij bent de Amsterdammer. Ja. Dus jij loopt door die stad. Ja. Jij zegt, wat zie je dan? Wat zie je dan bij die mensen? Nou, ik zie bij bepaalde groepen jongeren... over wie heb je het dan? Wel bepaalde groepen? Maak het eens concreet. Nou, in dit geval bij sommige Afro, Surinaamse en Caribische mannen. Ja. Super getalenteerde, intelligente mannen. Maar die dus tegen dit systeem van jongs af aan hebben moeten opbotsen. En op het moment dat er een economische crisis is, vliegen zij als eerste eruit. Omdat zij misschien net niet het diploma hebben die nodig is. En dat gaat weer gebeuren de komende crisis. Maar het stopt mensen in een hokje. Terwijl ik denk dat we zoveel potentieel missen. Als wij dit probleem van institutioneel racisme en ongelijkheid echt niet de deur uit trappen. Ik woon in de Belme, een prachtig stadsdeel. Een echte migrantenwijk. Veel zwarte mensen wonen daar. Wij hebben nog niet echt kunnen profiteren van de economische crisis. Van de economische groei van de afgelopen jaren. Maar ik weet wel wie in Nederland die klappen het hardst gaan vangen. En de werk, dat zijn de mensen in mijn wijk. Migranten, mensen, zwarte mensen. Wat voor werk wordt er veel gedaan door de mensen die in jouw wijk wonen? Verschillend, maar het is wel een wijk die heel erg gelinkt is aan Schiphol, bijvoorbeeld. Ja. Ik hoor dan verhalen van mensen die 15 jaar of 10 jaar een 0-uren contract hebben vanuit het uitzendbureau. Die hen dan zegt van, kun jij even 3 maanden thuis blijven en daarna... En waar moet je van leven dan? Zodat ze geen rechten opbouwen. Ja. Maar dat zijn echt structurele problemen in het systeem. Ja. Die ervoor zorgen dat mensen in zo'n situatie terechtkomen. En dan heb je vervolgens ook nog de Belastingdienst. Een overheid die je moet vertrouwen. Die ook nog eens mensen een trap nageeft. Dus er moet echt iets veranderen. Het zijn geen nieuwe zaken. En ik denk dat jij daar ook een belangrijke rol in moet spelen vanuit de Kamer. Wat verwacht je op dit punt, als we kijken naar de economische crisis? Hè? We zitten hier nu toch in heel privé zo, met niemand die meekijkt. Ik kan gewoon vrij praten. Wat vind je, dat mag sowieso, dat kan sowieso. Maar wat vind jij het belangrijkste dat ik hier doe in de Kamer, dat onze fractie doet, maar eigenlijk de hele landelijke politiek. Als we kijken naar die economische crisis. Ja. En jij zegt, de klappen gaan gevangen worden, juist door mensen die al last hebben van dat institutionele racisme. Wat vraagt dat van de crisisaanpak die er moet komen? Ja. 1. Arbeidsmarktdiscriminatie die gaat heel erg veel meer toenemen. Ik vind dat we de wetten die wij hebben over discriminatie, dat we die gewoon gaan naleven en handhaven. Het is nu gewoon een papieren werkelijkheid. En eigenlijk een belediging naar een groot deel van Nederland. En 2. Het systeem veranderen. Het kan niet zo zijn dat in tijden van economische groei een klein deel van Nederland, de grote banken, de grote hoofdkantoren van noem maar op, in Zuidoost, dat daar het meeste geld in Nederland wordt verdiend. ING zit daar bijvoorbeeld. Precies, ja. In Nederland, maar tegelijkertijd in een van de armste wijken van Nederland. Ja. Dus er is echt iets fundamenteels scheefs. Ik moet denken aan een... in dat kader... Sorry, dat was, ik val niet naar reden. Nee, ga verder. Nou, om het even af te maken. Ik denk dat het gewoon goed is om dan te investeren in buurtinitiatieven van mensen, gewoon vanuit de eigen identiteit. Je hebt veel Surinaamse, Caribische vrouwen die aan kasmoney doen. Dat is een spaarsysteem. Ah, ja. Nou, maak daar iets formeels van. Investeer in een community bank. Een bank van en voor bewoners in Zuidoost. Die investeren in elkaars ondernemingjes of initiatieven. Omdat die grote bedrijven, die doen dat niet. En ik denk dat als je dat doet, dat soort initiatieven groter maakt, dan brokkelt het systeem langzaam af. Maar leggen we ons dan niet te veel neer bij hoe dat systeem werkt? Dat je zegt, die grote bedrijven doen het niet. Verdorie, moeten we dan niet de wet aanpassen zodat dat wel gebeurt? Dat sowieso. Dat sowieso. Dat per definitie. Maar goed, dat zal wel een lange weg zijn. Ja. We leven echt in een neoliberaal klimaat. Maar dat neemt niet weg dat we toch wel moeten proberen om met anderen het verschil te maken. Eigenlijk wat je schetst is, wat mij heel erg heeft geïnspireerd, is een boek wat ik van Martin Luther King heb gelezen, Where do we go from here? Dat hij eigenlijk net voordat hij werd doodgeschoten heeft geschreven. Hij ging daarvoor naar de Caribbean volgens mij, om daar zich even op te sluiten, en hij ging schrijven. En eigenlijk zegt hij daar, we hebben nu gestreden voor het stemrecht voor zwarte Amerikanen. Ja. Maar zoals hij het toen verwoordde, en ik denk dat Martin Luther King in de 21e eeuw het moderne had gezegd, maar hij zei toen, ik wil niet dat onze zwarte vrouwen nu, die moeten voor hun eigen gezin kunnen zorgen en niet verplicht worden om voor de gezinnen van witte vrouwen te zorgen. Ik denk dat hij nu het een stuk moderner en meer emancipatoire had gezegd dan toen. Maar het kwam erop neer dat het ging over economische gelijkheid. Ja. En hij zei, bijna alle zwarte Amerikanen zijn arm, maar 3/4 van alle arme mensen in Amerika is wit. En daarom moet zwart en wit in Amerika met elkaar samenwerken om het probleem van armoede aan te pakken. Ja. Is dat eigenlijk ook wat ik jou hoor zeggen? Want als het gaat over die arbeidsmarkt en over de mensen in kwetsbare posities, het zijn heel vaak jongeren. Ja. Eigenlijk ook uit alle lagen van de bevolking die in die flexibele contracten zitten. Het zijn mensen met de laagste opleidingsniveaus die jarenlang worden uitgebuit. Ja. Pleit je er ook voor dat we eigenlijk, zeg maar, een soort van samen daarin optrekken tegen hoe het hele economisch systeem werkt. Dus iedereen die die gemarginaliseerd wordt of kwetsbaar is, die is gewoon de dupe. Ja. Per definitie samenwerken, heel graag zelfs, maar niet vergeten dat er een specifieke situatie is aan de strijd van Black Lives Matter, aan de strijd tegen institutioneel racisme. Want we weten dat een gemiddelde, heel plat gesteld, een gemiddelde wit persoon die echt het slachtoffer is geworden van het kapitalistisch neoliberaal beleid en ontslagen is vanuit de fabriek, die wordt door de politiek verteld op dit moment, door wie komt het? Die speelt in op de onderbuikgevoelens, die ontevredenheid die zo'n witte meneer heeft. Dan wordt er gewezen naar vluchtelingen, naar zwarte Afrikanen, naar mensen die hier al derde generatie Marokkaan zijn. Maar zij zijn het pispaaltje. En dat is wat het giftige is. En daar moeten we echt dat moeten we echt met wortel en tak bestrijden. Ik zie heel veel mensen die vragen eigenlijk hoe ze om moeten gaan met racisme. En Astrid zegt het heel mooi, ze zegt, hey Simion, hoe raad je aan om het gesprek aan te gaan met mensen die zaakjes onbewust discrimineren of racistisch zijn? Ik merk vaak dat ik vijandige reacties krijg als ik iemand aanspreek op uitspraken of gedrag. Ja. Ze zien het vaak meteen als een persoonlijke aanval, hoewel ik ook probeer duidelijk te maken dat het komt door een dominante instituten die nog steeds racistische en discriminerende roots hebben. Ik herken het wel. Ja. Mensen die zeggen, maar ik ben echt geen racist. Mijn beste vriend heeft is dreads of is zwart of is Marokkaan. Of, hoe ga je daarmee om? Wat is jouw advies aan Astrid? En echt heel veel mensen die dit vragen. Het is en blijft ongemakkelijk. Ik vind het ook ongemakkelijk, hè, als ik in zo'n situatie geplaatst word, omdat je verwacht het niet. Nee. Je bent samen aan het praten met iemand en iemand maakt een opmerking die racistisch is. Bewust of onbewust. En dan wordt de sfeer natuurlijk meteen anders. Ik benoem het gewoon. Ik kies er wel voor om dat niet per se meteen op dat moment te doen. Het kan achteraf, hangt ook heel erg van de setting af, maar daar is wel moed voor nodig. Ja. Daar is gewoon moed voor nodig. En als jij dat zelf niet kan, omdat je zelf nog in een bepaald proces bent, ja, vraag dan een ander om het gesprek daarover aan te gaan. Want het is gewoon heel erg belangrijk, met name in een werkomgeving, dat de cultuur gewoon veilig is. Ja. Veilig, een veilige cultuur. En we hebben het heel erg gehad over institutioneel racisme, racisme vanuit de politie, de Belastingdienst, het onderwijs. Terwijl de grootste uiting is microagressie. Racisme, alledaagse racisme. Opmerkingen die mensen maken waarvan je net niet weet of dat het is, maar je voelt je daar gewoon helemaal niet fijn bij. Maar je denkt van oké. Wat is zoiets, merk jij dat? Wat is nou zo'n ding wat jij... dat is echt in alles hoor. Dat is in taalgebruik, culturele uitingen. Heb je daar een voorbeeld daarvan? Nou, welk voorbeeld zal ik noemen? Ja, dat stereotype beelden over mij als zwarte man. Ja, en dan ga ik misschien iets te veel in detail, maar het seksualiseren van zwarte vrouwen en ook zwarte mannen, ik vind dat toxiek, ik vind dat giftig. Omdat ik ook gewoon zie wat het doet met jonge mensen, hè, beelden die zij hebben. Oh, ik ben een zwarte man, dus blijkbaar zou ik me dan op die manier moeten gedragen. Dat is gewoon ontzettend toxiek. Dat vind ik giftig, maar ook beelden die er zijn over zwarte families. Dat vind ik ook een hele propaganda eigenlijk. Ja, vertel eens. Ja, het is een propaganda. Dat zwarte families... Maar welk beeld is er van zwarte families? Nou, het beeld van zwarte vaders is dat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen in de opvoeding. En dat is gewoon ontzettend pijnlijk en kwetsend voor de community, voor zulke vaders. Omdat het gewoon... Het is gewoon een propaganda. Okay. En daar moeten we gewoon echt tegen strijden. Okay. Weet je, het zijn opmerkingen die mensen in het dagelijks leven krijgen. En die raken. Die raken. Iedere keer krassen. Dat zijn die speldenprikjes die je krijgt. Ja. Maar ook als je op de werkvloer bent en je hebt dan collega's. En collega's die zich dan eventueel geïntimideerd voelen als jij wel een promotie wil maken of een stapje verder wil. Iedereen is voor gelijkheid. Maar als het een vrouw is die mijn meerdere wordt of een zwarte man die mijn baas wordt, dan wordt het toch vaak wel wat ingewikkeld. Ja. Of als iemand als enige van kleur wordt aangenomen in een bedrijf, dat, dat wel het idee gecreëerd wordt, die zal vast wel met positieve discriminatie binnen zijn gekomen. Die persoon die wordt dan hartstikke tegengewerkt. Snap je, dat zijn van die dagelijkse dingen. En dat is gewoon giftig, want mensen kunnen daar ook letterlijk fysiek en geestelijk ziek van worden. Ja, ik snap het. Ja. Heftig. Ook als je zo, want ik zei, noem een voorbeeld. En eigenlijk, nou ja, ik denk dat je zou hier een middag mee kunnen vullen met alle voorbeelden van deze kleine voorbeelden. Al deze, nou ja, kleine, ingrijpende, maar alledaagse voorbeelden. Ja. Hey, we gaan richting een einde, maar ik wil nog één vraag heel graag aan je voorleggen van Floor Eline. Die zei, super, wat zouden moderne standbeelden moeten zijn? Die is eigenlijk heel positief over het idee van we moeten nieuwe beelden toevoegen. Die juist positief, inclusief antwoord zouden kunnen zijn op de standbeelden met de slavernijachtergrond. Zou bijvoorbeeld een standbeeld moeten komen van Anton de Kom? Ja, die is er. Ja, die is er? Waar in Zuidoost. In Zuidoost staat hij. Ah, kijk. Nou. Dat hebben we wel gefixt hoor, daar in Zuidoost. Ja, wanneer is die er gekomen? Ik denk 15 jaar geleden, 10 jaar geleden. Ja, ja. Er is een heel plein naar hem vernoemd. Het zou wel interessant zijn om misschien kunnen we gewoon ook hier een oproep doen, zeg maar, van welke helden vind jij dat er standbeelden zouden moeten komen? Ja. En nu staat er in Amsterdam, maar op andere plekken kunnen... Hij is voor heel Nederland belangrijk. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, als jij denkt van nou, dit vind ik interessant, laat het even achter in de comments. Hey Simion, er zijn nog onwijs veel vragen, maar we moeten we zijn klaar. Okay. We moeten gaan afronden. Er is een woensdag een racisme-debat, antiracisme-debat hier in de Tweede Kamer. Daar gaan we volle bak aan de slag met het belang van de erkenning van het slavernijverleden door de Nederlandse regering. En het excuses daarvoor aanbieden. Het aanpak van institutioneel racisme, het bestraffen van racisme, het uit de systemen halen daarvan. En daar moeten we nu echt op doorpakken. praten met de Black Lives Matter demonstranten. Precies. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Ja. Want die hebben gewoon hoe zeg je dat? Die hebben gewoon punten die ze willen aandragen. Zeker. Dus ik weet niet of je daar nog iets in kan betekenen voor de demonstranten. Nou zeker, Black Lives Matter die waren eerst niet uitgenodigd op het Catshuis. Die komen morgen wel hier in de Tweede Kamer spreken op initiatief van mijn collega Niels van den Bergen. Omdat we het heel belangrijk vinden dat dat geluid ook gehoord wordt hier in Den Haag. Veel van de punten die we nu noemen, die komen ook voort uit wat zij daarin belangrijk vinden. Dus hen dat podium hier geven. En nu hebben ze volgens mij die beweging niet te klagen over een podium. Want ik vind het fantastisch hoeveel aandacht er nu voor is. Maar het moet politiek doorvertaald worden. Dus ze hebben de agenda gezet. En nu moet dat politiek doorvertaald worden. En daarom vinden wij dat ze in de Tweede Kamer ook hun stem moeten laten horen. Dat is, het demonstreren is heel belangrijk met 10.000 mensen in een park. Alleen in de Tweede Kamer, ook daar moet dit gehoord worden. Dus vandaar dat wij proberen dat podium ook hier te geven. Vandaar dat we ons daarvoor inzetten. Ja. En jij gaat zo weer naar Amsterdam. Yes. En ik ga hier weer aan het werk. Dat is goed. Strijd door. Ja. Dank voor je tijd. En laten we samen werken. Blijven werken. Ja. Doen we. Tomassel.